Lekker Danny. Ah, ja. Danny pakt hier gewoon een 2-0. Lekker. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Provincie Cup. In deze cup strijden 12 provincies voor de hoofdprijs van 500 euro. Deze week speelt Gelderland. Goed, dames en heren, jongens, meisjes, welkom weer bij een nieuwe aflevering. En vandaag zitten we met de provincie... Gelderland. Kijk. Gelderland. Lasse, je mag naar voren komen. Ik ben Lasse, ik ben 13 jaar oud en ik denk dat het 2-1 voor jou wordt. 2-1 voor mij. Oei, als jij een puntje gaat pakken, zou dat aan zijn. Volgende, de PlayStation 5 speler, Thibaut. Ik ben Thibaut, ik ben 14 jaar en ik denk dat het 2-1 zal worden. 2-1 voor hem, denkt hij. Oké, volgende. Hallo, ik ben Tyler, ik ben 13 jaar en ik denk 2-1 voor jou of 2-1 voor mij. Volgende. Ik ben Danny, ik ben 15 jaar en ik denk dat ik het 2-1 ga pakken. Hij gaat me ook gewoon pakken. Gewoon 2-1 gaat hij me pakken. Oké, en de laatste. Lampie, 15 jaar. 2-0. Hey, voor wie? Voor jou? Voor mij. Voor jou? Ja, tuurlijk. Nee, toch? Oké. Okay. Jullie denken dat 10 punten te pakken. Hey, boys, als jullie dit lukt, dan hebben jullie... Wij denken, wij weten. Wat? Hey, Gelderland. Hey, Lasse, ben je ready? Ja. Lasse is ready, de PlayStation 4. Nog geen één keer is in een aflevering gebeurd dat de PlayStation 4-speler mij één keer pakt. Nog geen één keer. Maar Lasse maakt zeker kans misschien. Want we zien al 60 FPS. Ja, maar ja, hoe doe je ooit mijn kerel op 60? Ja, het kan. Lukt die 200 misschien? Nou, ik moet zeggen, ze doen het niet slecht. Er komt? Nee. Oké. Okay. Oh. Nee. Lekker Lasse. Lekker. Oh mijn god. Als Lasse een 2-0 gooit, dan word ik heel bang dat Gelderland eerst gaat worden. 100. Hele snelle reactie met een 1-1. Kijk, als dit de eerste 2-1 wordt, dan heeft Lasse gewoon gelijk met zijn voorspelling. Maar als Lasse gewoon 2 puntjes pakt... Oh, mijn... Nee! Oh! No way! Oh. Hey, Lasse doet het wel goed op PS4, holy shit. Oh, nee! Nee, hij is solo. Oh nee, we weer hoor. We gaan door naar de PlayStation 5 spelen, Timo. Timo de PlayStation 5 denkt dat hij 2-1 mij gaat inmaken. 185. Moet ik niet doen, moet ik niet doen. Oh, en dat is 1-0. Kijk, dat is sowieso het dingetje. Je kan me gewoon soms lucky voor die 200 hitten. 100. Ja, nu zit hij fully boxed. Wat gaan we doen met Timo? Ah, en dat is een 2-0. Helaas. Hey, Tijmen. Ja? Ben je er klaar voor, jongen? Ja. 2-1 dacht je, toch? Ja, of... Ja, oké. Okay. Dan gaan we. Tijmen wil minimaal een puntje pakken. En ik moet zeggen, het is een PC spelen. Eigenlijk... Oh. Oké, okay, let's go, Tijmen. Je begint met 1 punt. Jullie zitten momenteel op 2 punten. Oh, dit is zo close. Wat een snelle fight zijn dit. Kom aan, daar gaan we. Gaat hij toch even die 2 puntjes binnenharken voor Gelderland? Dat zou top zijn. Wat gaat Tijmen doen? Al double edit. Heel eerlijk, hij had op mijn pakken en je hebt mij. Nee, Let's go! Ik wist niet dat je daar al was. Ik wou hem weer omlaag editen. Danny, ben je ready? Zeker. Kijk, dat is mooi te horen. Danny was zeker ready. En je zei 2-1 voor jou, toch? Wordt het? Dat was je voorspelling, volgens mij. Holy shit. Holy. Is een man boxt mij gewoon bijna. Holy shit! Deze Danny begint sterk aan deze pot. Ah! Nee! Ah! God. Oh
Danny. GG's. 1-0 voor Danny. Op dit moment 4 punten. Dit is ziek. Dit is heel ziek. Wat gaat Danny doen? Danny moet gewoon die 2-0 binnenharken. Dat maakt hij toch zo gemakkelijk voor Gelderland. Oké, eerst 30 is uitgedeeld. Ik ga lekker een beetje op de hek blijven. Bro, hoe heet jij? Hoe heet je zoveel? Appelmaal. Oké, heerlijk heetje, 69. Top. Bro, die free fire, dat kan gewoon niet, man. Nee! Lekker, Danny. Danny pakt hier gewoon een 2-0. Ja, ik... Oh, dit is echt ongelooflijk. Ik zit echt niet mee. Pak 1 punt, 1 staat al geduld er eerst. Bang. Klaar voor jullie. Deze man, ik zeg je eerlijk, ik weet niet wat hij in petto heeft. Hij zegt dat hij mij easy 2-0 gaat pakken. Dat hij Gelderland sowieso hoog gaat houden. Normaal, man. En op dit moment staan ze al gedeeltelijk eerst. Hey, Tijmen. Ja? Als mensen nu nog kijken, wat voor emoji moeten ze droppen? Toon 9 met de tong uit de mond. Een smiley met de tong uit de mond. Dames en heren, als u nog kijkt, ben je een legende. Typ even een emoji met een smiley met de tong uit de mond. Zoek even, even op, typ in de comments en dan ben je een legende. Krijg een hart van mij. Op dit moment hebben ze 7 punten. Yep. Dan gaan we. Maar deze man is gewoon de tryhard van Gelderland. Maar misschien als wij gewoon eigenlijk houden. Gewoon een lucky hit shot. Moet mijn Amos het wel meezetten. Dan moet mijn Amos het wel meezetten. Maar je bent gewoon bijna sneller met retakes dan ik gewoon met normaal bouwen. Dit is illegaal, man, bro! Jordi! Moet jij dat of niet? Bro, flik het erop, man! Wat is dit? En zie je nog buitenlicht? Ik zie zeker buitenlicht. Ik werk elke dag naar de sportschool. Nee, toch? Deze man speelt met mij. Deze man speelt met mij. Dit is gewoon niet meer leuk, man. Hij speelt met mij, dames en heren. Hij speelt met mij. Bro, doe normaal. Bro, ik bouw gewoon omhoog terwijl ik het niet kan zien. Edit, edit, edit. Ik heb gewoon pijn in mijn handen, bro. Ik zweer. Ja, dan gaan we die pijn nog erger maken, ja. Nee! Bro, je hebt gewonnen! Ik niet. Niet met ons spelen. Feest leuk. Nee, hij is niet leuk, jongens! Hij is zo aardig! Niet. Oh nee, wat vies! Wat een smerig ventje. Feest leuk, het mag die 3 punten bedoel je! Lekker! Ja! Holy shit, ik kan hier niks tegen doen. Dames en heren van Gelderland, die hebben een ongekende prestatie geleverd. En dan gaan we maar door naar het scorebord. Maar ja, jullie weten het allemaal. Gelderland eindigt deze aflevering met 9 punten. Abnormaal wat ze hebben gedaan. En daarmee komen ze op een eerste plek. Nog 3 afleveringen te gaan. Gaat Gelderland deze winnen? Ik zie dit volgende week weer in een nieuwe aflevering.